Hi, goedemiddag. Er ligt hier een hele berg aan blush voor mij. Dit zijn mijn poederblushjes. Die gaan we proberen zoveel mogelijk uit te zoeken. Dit is alles door elkaar. Ik ga eerst proberen het op merk te doen. En dan gaan we uitzoeken. Momentje. Hi. Even opnieuw begonnen. Nee, ik denk niet dat ik opnieuw begonnen ben. Ik heb het een beetje gesorteerd. Van sommige heb ik er één, van sommige heb ik er een heleboel. We gaan eerst proberen met het drugstore gedeelte. Dus de wat goedkopere blusjes. Dan beginnen we met deze. Oh, ik pak ook even een nat micellair doekje erbij. Zo. Wat ben je aan het eten, Anton? Ben je Lulu de Mok aan het opeten? Ja. Dit is de NYX Sweet Cheeks Glow Eclat. Nou, de glow denk ik. En dit is de kleur So Taupe. Ik zal zoveel mogelijk voor jullie ook swatchen. Deze hele mooie bruine natuurlijke glimmerblush. Deze hou ik. Die leg ik even apart. Die hou ik. Dan heb ik van Sephora de Colorful Blush. De kleur 23 Passionate Colorful Blush. Dit is een shimmer. Ze hebben ook matte. Ja, het is een hele lichte kleur hoor, dit. Maar die vind ik wel heel mooi, dus die hou ik. Dan heb ik hier een stapeltje. Volgens mij is dit het met Maybelline. Dit is de L'Oreal Age Perfect. Nee, het is geen Maybelline, het is natuurlijk gewoon L'Oreal. Sorry. 101 Rosewood. Dit is een satin blush. Hele lichte kleur. Deze bewaar ik. Maar deze is satin blush. En dan hebben we hier de kleur. Ja, staat nergens wat voor kleur dit is. Dit is zeker een donkerdere kleur. Nee, die vind ik te warm voor mij. Deze doe ik weg. Dan hebben we de Melon Dollar Baby. Daar komt amper kleur meer vanaf. En die is een beetje, nee, die doe ik ook weg. Dan hebben we de Life's a Peach. Het kan ook aan het licht liggen, hè, jongens, dat jullie het niet kunnen zien. Nou, dat is wel een mooie peach. Die bewaar ik. En dan heb ik drie keer de Le Blush. Dit is de kleur 120. Sandalwood. Hier zit ook een kwastje. Ja, wie dat kwastje ooit gaat gebruiken. Wacht even hoor. Ja, dit vind ik een mooie rose kleur. Dus die bewaar ik. Dit lijkt een matte variant te zijn. Wow. Nee, die vind ik te oranje, dus die doe ik weg. Ik ga proberen echt wel wat weg te doen hoor. Ik denk dat deze. Ja, deze vind ik veel te roze. Deze bewaar ik niet. Zo. Dan heb ik hier de Velvet Glow van de Kruidvat. De Baked Blush. En dit is de kleur Pastel Peach. Deze vind ik heel fijn. En deze mag voor mij blijven.
Dan heb ik er een van Ciate. Dit is de kleur Matchmaker. En hier is echt heel heftig. Maar wel mooi, je glimt wel mooi. En dit is mijn enige Ciate blush. Dus deze, misschien. Dan heb ik één Butter Blush. Van Physicians Formula. Daar zit ook een spiegeltje en een dingetje in. Oh, maar die geur, ik kan het niet echt. Dit is meer gewoon een highlighter, zie je dat? Nee, deze doe ik weg. En het is voornamelijk om de geur, als ik heel eerlijk ben. Want met de blush vind ik niet zoveel mis. Maar, oh. Dan heb ik er een van Flower. Dit is de Flower Pots Powder Blush in Spiced Petal. Nou, Flower is hier een blauwe maandag beschikbaar geweest bij de Kruidvat. Maar deze is wel heel mooi. Dus deze bewaar ik. Dan heb ik hier de Zoeva Velvet Love in de kleur Joy. Dit is ook een beetje een neutralige kleur. Dit is een beetje bruiniger dan die van... Ja, deze bewaar ik ook. Ik vind Zoeva een heel fijn merk. Dan heb ik Mina. Dit is de blush in 503. Ja, die is wel donker, maar die is wel heel mooi hoor. Deze bewaar ik ook. Deze mag ook blijven. Dan heb ik een Kiko blush. Dit is de Green Me Blush in 102 Soft Mauve. Het is een hardgepeste perste poeder. Die inderdaad een... Komt gewoon niet heel veel af. Ik heb hier namelijk nog twee Kiko blushes. Dit zijn... De Unlimited Blushes. En dit is de kleur 11. Maar kijk naar het verschil, hè. Daar komt instant kleur vanaf. Dit is de kleur 12. En die is echt heel prachtig. Ook gewoon een neutrale kleur. Nee, die green doe ik weg. Daar komt gewoon heel weinig pigment vanaf. En deze twee bewaar ik. Oké, dan heb ik een blush van MUA. Dit is een matte blush in de kleur Blushed. Dit is Blushed. Ja. Veel te roze. Die doe ik weg. Ik zit zeg maar niet in mijn... Ik maak ondertussen even mijn hand schoon. Want dan kan ik weer... Oeh! Ik gaf jullie een sweeper, zag je dat? Oh! Oké. Ik heb er twee van Hennis en Maurits. Volgens mij zijn deze niet meer te krijgen. Dit zijn de kleuren Brown Sugar en Vintage Pink. Dit is Vintage Pink. En dit is Brown Sugar. Ja, die Brown Sugar bewaar ik sowieso. Ik twijfel over die Vintage Pink. Die doe ik even in de Maybe. Zo. Ik heb niet van die grote armen, jongens, dat ik alles in één keer kan swatchen, zeg maar.
Even een slokje koffie. Dit wordt een lange, hè, want ik heb ook nog een hele bak creams. Dit is de Milani. En dit is Luminoso, nummer 5. En dit is 14 Petal Primavera. Ja. Die Petal Primavera is... Het lijkt of al die kleuren, daar komt gewoon niet zoveel van af, vind ik. Die is wat matter, zie je dat? Maar die geeft een hele mooie rose kleur. Nee, ik bewaar Luminoso en ik doe deze weg. Er zit een patroon in, hè? In mijn keuzes. Dan heb ik van Mora... de Signature Ombre Blush in Sweet Peach. Ja. En die vind ik echt heel mooi. Die is heel licht. Ik denk dat jullie het bijna niet kunnen zien. Deze blijft. Dan heb ik van Essence... een heleboel. Maar we beginnen met deze Pure Nude Baked Blushes. Even een stukje omhoog. Dit is de kleur Rosy Rosewood. En ondanks dat ik heel erg van de lichte kleuren ben, is dit echt wel heel mooi hoor. Dan heb ik hier Pretty Peach. Oh, echt. Nou, zo. Pretty Peach. Ja. Geweldig. En dit is ook Pretty Peach. Nou, doet hij dan hetzelfde? Die lijkt wel echt lichter. Dit lijkt een andere kleur te zijn hoor, bij mij. Zie je dat? Dit is Pretty Peach en dit is Pretty Peach. Ligt het nou aan mij of is dit echt? Ik bewaar ze alle drie. Ik vind de Pure Nude Baked Blushes van Essence echt prima. Dan heb ik hier nog een hele stapel Essence blushes. Dit zijn de blush lighters. Dit is een gradient powder blush. Dit is de kleur Nude Twilight. Ja, die vind ik heel mooi. Dan heb ik de kleur Coral Sweet. Ik ben niet... Oh, deze zijn heel poederig. Zie je dat? Heel poederig. Ik gebruik deze echt bijna nooit. En dan heb ik hier Peachy Dawn. Ja, ik bewaar de blush lighter in Nude Twilight en Peachy Dawn. En ik doe de Coral Sunset doe ik weg. Zo, dan heb ik hier de blush. Ja, let op. Ja, dit zijn er 6. Ik heb 50 Blooming. Heel licht. Dan heb ik 90 Bedazzling. Ja. Dan heb ik 30 Breathtaking. Dan heb ik 20 Bespoke. Dan heb ik 10 Befitting.
En ik heb 70 Believing. Ja. De laatste twee doe ik weg, denk ik. Dat zijn deze twee. Of zal ik deze nog bewaren? Deze niet. Deze is echt donker. Dat is 70 Believing. Die doe ik weg. En de rest bewaar ik. Zo. Dan heb ik de nieuwe Blush Crush in Caramel Latte. Die is natuurlijk, ja, die vinden we heel mooi, hè? Deze lijkt wel een beetje op deze, vind je niet? Maar deze is wat dieper, denk ik. Nou goed. En ik heb de Essence Mosaic Blush in 35 Natural Beauty. En dan gaan we kijken of ik dit niet gewoon te donker vind. Niet te donker, maar wel heel roze. Deze gaat ook in de Maybe. Deze bewaar ik allemaal verder van Essence. Dan heb ik een blush van Collection. Dit is de kleur 5 Peach. Oké, dat was mijn buik. Ja, niet heel waanzinnig hoor, maar mooi. Ja, prima. Dan heb ik er 2 van Max Factor. 3, sorry. Dit is Facefinity Blush in de kleur Nude Mauve. Ja, die is echt heel mooi. Dan heb ik de kleur Seductive. Dit is de Cream Puff Blush. En dit was Facefinity. Dit is een andere substantie, zeg maar. Een andere formulering. Dit is de kleur 15 Seductive Pink. Ja, dit vind ik wel een mooie roze. Dit is een mooie roze. Dan heb ik hier de Max Factor, de Miracle Touch Creamy Blush in Soft Copper. Oh, dit moet eigenlijk bij de crème producten. Nee. Maybe. Deze twee hou ik wel. Die laatste moet eigenlijk bij de crème producten. Moet ik hem eigenlijk nog een keer proberen. Hè? Nou, okay. Ik heb de Maybelline Fit Me Blush in de kleur 15. Nude. Het is helemaal niet duidelijk van wat voor kleuren ik hou. Dit is wel roze voor nude. Maar het is mijn enige Maybelline blush. Dus deze bewaar ik. Dan heb ik hier een stapeltje Revolution. Dit is de XX Revolution blush. En dit is de kleur Vision. En dit is de kleur Abundance. Ik maak even... mijn arm schoon. Dit is Vision. En dit is Abundance. Ik weet het niet. Dan heb ik hier nog een Milani. 2 Revolution Reloaded Blushes. Dit is Peaches and Cream. Ja.
En dit is Sweet Pea. Ja. Nee, deze doe ik allebei weg. En die twee, ja. Weet je, ik doe deze. Dit is Abundance. Wat zal ik doen? Zal ik ze wegdoen? Zal ik ze houden? Deze hou ik sowieso. Dit is de kleur Vision. Dat is die roze. Maar deze, ik twijfel. Vind ik hem te oranje? Ik twijfel. Nee. Ik doe deze weg, Abundance. En deze hou ik. Dan heb ik er nog een van Revolution. Dit is de Pro Luster Blush in Pink Rose. Nou, ik kan je zo al zeggen, die doe ik weg. Veel te roze. Veel te roze. Sorry, dat is echt... Dat is niet mijn ding. Even een nieuw doekje. Nou, ik blijf jullie staan. Dan heb ik nog Milani Tea Rose. De kleur 08. Hallo? Heel zacht roze. Dat ik het bijna niet ziet. Ik zie het een beetje hier zo. Maybe. En dan heb ik Colourpop Flirt Alert. De Pressed Powder Blush. Ja, die is heel neutraal. Wat het probleem is met al die... Je moet er echt hard in soms om pigmenten uit te krijgen. Kijk, nu geeft die heel vlekkerig de kleur af. Maar dit is wel een hele mooie kleur. Die Power Pop... Colourpop, sorry. Die ga ik houden. Dan heb ik nog... Catrice. Zo... Laten we beginnen met deze. De Matte Powder Blush in Coco Coral. Nee, die doe ik weg. Heel makkelijk. Daar ben ik dan, sommige dingen ben ik heel makkelijk over uit. Dit is de Cheek Lover Oil Infused Blush in de kleur 010 Blooming Hibiscus. Ik zet je even... Zo, heb ik iets meer ruimte. Die vind ik erg roze. En dan heb ik de Cheek Lover Marbled Blush. En dit is 010 Dahlia Blossom. Wow. Oh, die was zo slecht nog niet als ik hem zo zie. Deze doe ik weg, die Dahlia Blossom. Dit is gewoon, dit is niet mijn kleur. Dit zal je me niet zien dragen. Nee. Dus deze mag blijven, de oil infused. En die andere, die mag weg. Dan heb ik... Al deze Catrice blushes, dit zijn de Blush Box en dit is de kleur Berry. Heel even mijn vingers schoonmaken. Dit is de kleur Berry. Ja.
Dan heb ik de kleur Nude Peach. Nou, die heb ik wel vaak gebruikt. Berry eigenlijk niet hoor. Ja. En dan heb ik de kleur Burgundy. Nou. Zoals je ziet heb ik die nog nooit gebruikt. En dat ga ik ook niet doen. Dit is hem. Dat ga ik ook niet doen. Deze is de roze. Deze twee gaan weg. Dan bewaar ik alleen deze van de blushbox, de Nude Peach. Dan heb ik de blushbox ook. En dit zijn multicolors. Dit is 030 Warm Soul. En dan zal ik ze even zo swatchen zoals ik het normaal ook op zou doen. Ja. Dan heb ik 10 Dolce Vita. Ja. En dan heb ik 020 It's Wine O'Clock. Er zijn dan deze, deze en deze. Wat vind ik ervan? Wine O'Clock hou ik sowieso, want die vind ik heel mooi. En deze vind ik heel mooi, die eerste. Dat is Warm Soul. Nou, ik hou ze alle drie. Zo. En dan heb ik de Air Blush. Ik heb er één matte. Dat is 130 Spice Space. Ja, dat is deze. Die hou ik. Dan heb ik de Glow Blush, de Air Blush Glow in Peach Passion. Dit is een van de nieuwste kleuren. Ik vind het wel een beetje, ik weet niet. En ik heb de kleur Rosy Love. Maar hier zit ook een heel neutraal stuk in. Dus ik ben heel benieuwd hoe die dan in verhouding is. Oh ja, die is toch echt wel wat roze. Ik hou deze en ik doe die roze weg. Zo. Dat waren de powder... Oh nee, nee, nee. Nee. Ik wou zeggen, dat waren de powder blushes. Maar dat is niet zo. Want ik heb... Oh, mijn koffie. Hier wat miscellaneous merken. Oké, even een disclaimer. Alle make-up die ik bezit, koop ik zelf. Ik heb dus op geen enkel moment dat ik PR krijg of zo. Dus van de dure merken kan ik je nu al vertellen, gaat niks weg. Want dit zijn favorieten en dat is Chanel. Make-up bij Mario. Ik heb de Soft Pop Powder Blush in de kleur Desert Rose. Ja, prachtig. Dan heb ik NARS Orgasm, maar dit is samen met Laguna, denk ik. Ja. Ja, het is erg roze voor mij. Ik gebruik hem heel zelden.
Dan heb ik Pat McGrath, The Blush Without Caution in Fabulous Flirtations. En Sexquisite Seduction. Nou, ik weet niet, want het is maar één kleur. Eén van mijn veruit favorieten. Dan heb ik Charlotte Tilbury in Pillow Talk. Echt. Ja. In Pillow Talk. Ja. Hele mooie blush. Dan heb ik de Dior. Dit is de Rosy Glow in Rosewood. Omdat ik eigenlijk de roze en de peachy ding gewoon niet mooi vond. En deze dan wel. En dan heb ik er een van Dior. Dit is de Rouge Blush. In 4, 5, 9 Charnel. Heel naturel. En dan Chanel. Oh, ik heb er nog één. Glowish van Huda. Dit is de kleur Healthy Peach. Ja, Healthy Peach. Let op, daar gaan we. Dit is Fantasy de Chanel. Zo heet hij gewoon, Fantasy de Chanel. Nummer 1. Dan heb ik Blush Duo Tweed Effect. Le Tissage de Chanel. Ja, weet je. Veel te roze. Als ze niet in mijn dagelijkse collectie blijven, gaan ze naar een make-up memory box. Waarvan ik denk dat ik deze ga doen. Deze gaat naar mijn make-up memory box, denk ik. Ik heb hier Douceur de Quinox in beige en kool. Oh ja, ja. Ja. Deze blijft. Dan heb ik hier de Blush Lumière in Pêche Rosé. Ja, ik bewaar overal die kwastjes bij. Ik vind het helemaal leuk. Dit is zo'n prachtige blush. Maar er komt eigenlijk bijna niks van af. En ik ga er echt hard in nu. Hier, zie je hem? Ja. Deze blijft ook. Dan heb ik Le Jean de Chanel Powder Blush Illuminating. Dit zijn allemaal limited editions. Kijk eens. Kleur. Deze vind ik ook mooi. Dan heb ik Ouzou Contrast in de kleur Elegance. Ik heb altijd moeite met de dingetjes openmaken. Dit is de gewone Chanel blush, zeg maar. Daar komt bijna niets. Daar komt eigenlijk gewoon niet zoveel kleur vanaf. Ja, nu wel. Kijk. Ja. Dan heb ik
Per de Lumière. Oké. Okay. Met weer zo'n dingetje. Is dit niet gewoon een highlighter, jongens? Ja, dit is gewoon een highlighter. Deze mag naar mijn highlighters. Oké. Okay. Deze hou ik even op. Hallo? Het doosje is een beetje stuk. Goede kwaliteit, snel. Dan heb ik Jus Contrast en Elegance. Maar die had ik toch al? Dat is gewoon dezelfde. En ik heb Jardin de Chanel. En dit is mijn all-time favorite. Deze. Nee, deze. Hier zo. Ja, oké. Okay. Deze doe ik weg, want Chanel. En deze bewaar, maar ik heb hem dubbel. Ik geef hem denk ik aan mijn schoonzus. Maar goed, hij gaat wel weg, want ik heb niks aan een dubbele kleur. En dan kan ik het bewaren, want Chanel. Dat doe ik ook wel met sommige dingen. Hè, want het is natuurlijk gewoon duur. Maar ja, ik heb gewoon zoveel en dan heb ik niks aan een dubbele kleur. Oké, we gaan dit even opruimen. Ik besluit bij deze om deze video te stoppen nu. Het is 37 minuten. En dan gaan we de volgende keer doen we de cream en liquid blushes en zo. Dus dan wil ik nu alvast even zeggen bedankt voor het kijken. Hoop dat je het leuk vond. Hoop dat je ook een beetje inspiratie eruit hebt gehaald. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Dankjewel. Doei doei. Bye bye.